Hey beste YouTube-kijkers, wij gaan vandaag voor de allereerste keer naar een Belgisch pretpark tijdens corona. Maar dit is ons tweede pretpark van het jaar. Wij zijn er bijna. Nog 2 minuten rijden en we gaan naar het Plopsland. We gaan zien hoe dat daar is met de maatregelen. Maar normaal gezien moet je overal mondmasker dragen en altijd handen ontsmetten. We gaan ook zien dat we, hoe dat het met de bouw van de Extreme Spinning Coaster zit. Inderdaad, dat gaan we ook even in beeld brengen straks. Dus, maar we gaan zoiets als we in het park zijn, sowieso terug een video maken. Maar we zijn over een goeie 1 minuut in Plopsaland. Yeah! Plopperle plop. Kwebbelde kwebbelde kweb. Ik zou nog iets in zeggen, hè? Ja, de trein is hier staan gekomen. Ja, met de trein is aangekomen. Ik zit al hier al lang. Maar morgen zien we eigenlijk al 9:40 met het openbaar vervoer in Plopsaland. Maar we hebben een klein omweggetje gemaakt. Ja, inderdaad. Normaal waren we er al. Moet u kunnen. We maken toch maar om 10:00 binnen dus. Ja, voilà. Als je nu nog even voor blijft filmen, dan houden we de parking op. Ja, we gaan dat even doen. Bestel je favoriete zomerlectuur op standaardboekhandel.be. Ah, cool. Ja, dat komt er zeker. Kijk, daar ga je plots al. Oh, ik heb een rotonde, dus. Mag je nu een platte filmen, zeker? We gaan 150 meter af. Ah, kijk, Anubis! Het hotel? Ja, dan gaan we ze biedt ook mooi in beeld brengen. Of net als ze staan. De lijn. De lijn van het hotel. Ja, inderdaad. Slaan hier af. Oh, ik moet daar eens af gaan leren, maar inderdaad te zeggen. Inderdaad. Ja, maar dat is een gewoonte gewoon, hè, van inderdaad te gaan. Oh, dat ziet er mooi uit. Kijk, Heidi, mooi. Heidi. Het is redelijk rustig in het park, zo, of op de parking zoals we al zien. Ik kan maar een maximaal capaciteit binnen. Ja, tijdens corona wel. Ik slaat hier ons gaan nog even laten lopen. Kijk, plastic schermen voor corona, maar dat klopt niet wat ik zeg, maar dat is maar een grapje. Ja, schermen is. Ja, dat weet ik ook wel. Maar we maken een mopje dat we maken. Een vlammopje. Dan denk je nu waar. Nou, tot tel aan mij ziet er schoon. Ja, maar. Hey, maar jij moet weten, de laatste keer dat wij hier waren, dat was, dat was dan op een ruwbouw. Ja, dat is zo. Dat was er nog niet zo schoon. Dat ge... hey. Ik schoot nog niet zo schoon van de bad. Video maken. Zo ziet dat eruit aan de inkom. On ne peut avancer qu'avec sa bulle. Dat is het hotel. Het hotel van Plopsaland. Ik hoop dat je het een beetje in beeld ziet zo van zich. Ik kan wel inzoomen, maar ik heb geen goesting. Oh, we laten erna werken. Gewoon. Gaan we hier in Plopsaland een spiegelpaleis tegenkomen in een wachtrij? Is de vraag. Nous te défions de rester à au moins 1,5 mètre de distance des autres visiteurs. Pendant toute la durée de visite dans les parcs de Plopsa, ainsi que nous rassurons véritablement notre visiteur. N'oublie pas de te laver les mains régulièrement. Fais-le bien et assez longtemps. Et n'oublie pas d'utiliser de l'eau et du savon. Zo, we zijn binnen in Plopsaland. Het is vrij rustig in het park tot hier toe.
goed als in uw palm. En hadden die niet gekomen zijn, Orlovisa in muziek. Jongens en meisjes, papa's en mama's, hartelijk welkom in Duitsland. Hallo. Oeps, iets te veel wind. Dat is een Agedino Simons is in het park. Ik weet het niet, dat erop staat. Het staat precies weer die topbaan mee. We gaan nu in de eerste attractie van vandaag, Heidi de Rijk. Inderdaad. En je moet altijd een mondmasker aan hebben in een attractie. In de wachtrij is dat niet nodig. Maar wij houden dat nu even aan. Ja, inderdaad. Wij houden dat wel aan. Les appareils photo et autres objets non fixés sont strictement interdits dans l'attraction. Le port des foulards est interdit. Vous pouvez déposer vos objets personnels dans les casiers prévus avant l'embarquement de l'attraction. Il est interdit de fumer dans la fête et dans l'attraction. Le père en embrou. Le père en embrou. Waouh, vous avez un peu de vêtements, ça fait un goût mais. Nee, we zitten al van achter, maar dat moet eten. Richting de Anubis gaan we nu doen. De eerste attractie hebben we gedaan, dat was Heidi de Rijk. Normaal gezien gingen we als eerste Anubis doen, maar die was nog niet open. Nu gaan we die doen, je rijdt hem juist voorbij. We hebben twee keer Heidi de Rijk gedaan. Ja, twee keer natuurlijk, inderdaad. Maar we hebben er een korte video van gemaakt. Dat gaan we zeker zien in de vlog. Anubis. We gaan nu in Anubis the Ride. Dit is de wachterij daarvan. Hier is het huis van Anubis. Zie je dit dan op de open? Ja, dit maar helaas niet meer wordt uitgezonden. Een klassiek spiegelpalaas, zie maar. Het is precies druk voor ik. Het valt nog redelijk goed mee, vind ik, maar... Denk het niet. Maar dat. Hier of... In Dijster zijn altijd een van de schoonste wachtrijen van Opsteland. Ja, dat wel. Voorlopig, ja. Want het extreme spinning kost, dus dat moet een groot metrostation hebben. En dat is dat misschien interessant, of wat? Jawel, ik denk dat dat kost gewoon gaat zijn, maar dat heeft niets met Studio 100 te maken. Oké. Ja. Ik heb de woorden, de stuur, dat moet je niet doen.
kantoor van Victor, maar niet Victor van de zoon van Geert Verhulsten, dat is een andere Victor. De slechterik van het huis aan Oekies. Hier moet aan de zin dicht. Een klein stukje Anubis zoomen. Yeah. Oh, 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 oh. Wow, dit heb ik zo gemist. Ik genoeg, ja. Gezien die opplanting wandelen. Eindelijk, kom. Hier komt een nieuwe baan. Mooi afgesloten. Dat is niet een film. Wat dan aan de overkant, ziet het niet? Ja, oh. Nee, dat wordt het. Dat gras daar is ook nog een stuk van die bouw, of voor die bouw dan? Dat gras. Hier, je ziet die houten schuttingen al. Ja. En dan is die achter die oude schutting zoiets gras. Dat is er ook van, of dat ding is het huis van Ploppen, die pannen zullen dat je precies zien. Nee, dus, dat is met die pannen, zie je daar. Ja. En dan zit er daarvoor iets gras, daarvoor. Ah ja, dat is allemaal nog van een bouw, dus dat is nog. Kijk maar, jongens. Thank you.
Ja, inderdaad. Er komt hij wel even mee in beeld, maar al is het ook lang. Dat is te zeggen. Dat is niet normaal, zo. Nu gaat het ritaal nu. Normaal die deur opgegaan, dan zit hij dicht naar buiten. Ik dacht dat toch ook, ja? Ja, het is voor die standing. Ik zou gewoon even stoppen met filmen om deze stukje te verwateren. Dat zie je niet. De wachtrij van Victor Race. Is dit, hè? Nu. Ja. Stop er zit bovenop dat er nog is. Dat was, dat was onze dag vandaag van Plopsaland. Ik heb één klein minpuntje eigenlijk over Plopsaland. Voor de rest was het allemaal positief. Het enigste minpuntje dat ik moet zeggen was ontsmetten moest je zoeken. Was niet duidelijk, stond niet goed in zicht, vond ik. Maar voor de rest, als je het weet waar het staat, weet je het? En meestal zegt de medewerker ook van waar het staat, natuurlijk. Moesten jullie naar Plopsaland komen, sowieso mondmasker meenemen, want op de meeste attracties is dat hier verplicht. Ja. En voor de rest, alle wegmarkering, allemaal goed aangedaan. Ja, iedereen houdt zich aan alle regels. Ja, inderdaad. Alle attracties hebben op volle capaciteit gedragen. Echt amper wachttijden gehad. Het was heel rustig ook vandaag. Ik denk dat de langste wachttijd vandaag 20 minuten was. Plus minus. Zoiets, ja. Dus. Het is heel duidelijk, heel rustig tijdens de corona. Het is heel tof, heel leuk om te doen zelfs. Alleen is het nog wel toffer dat corona gedaan is natuurlijk. Dan is het nog toffer en leuker, dan zit alles vol. Ja, maar we pakken de minpunten er graag bij. En we slaten nog even af met een close-up van het bouwterrein, waar we ons toch de komende weken, maanden gaan op concentreren. En heel veel in beeld gaan brengen. We gaan proberen hier veel te zijn om toch wat bouwupdates te tonen. Van de nieuwe achtbaan. Dus abonneer, like op Insanity Coasters Ago. En je mag ook natuurlijk altijd reacties geven. Zelf tot in buiten het terrein waar de paardenstaan komt fundering te staan, of staat fundering. Dus beste kijkers, dit was het. See you next time. Volgende week zijn wij het doen. Met een tweede vlog. Hier zijn jullie.
Inderdaad.